vraag. En gelukkig zijn er vooral heel veel overeenkomsten tussen mannen en vrouwen als het gaat om hun voedingsbehoeftes rond het fietsen. De belangrijkste, die koolhydraatinname per uur die je tijdens het fietsen nodig hebt, die is helemaal hetzelfde. En daarvoor gelden dezelfde richtlijnen dus bij mannen en vrouwen. Waar wel verschillen in zitten is bijvoorbeeld het aantal calorieën dat een man of een vrouw nodig heeft. Een man heeft overwegend iets meer nodig, omdat ze vaak wat groter zijn. En zeker ook als de inspanning wat zwaarder of wat langer wordt. En een ander belangrijk verschil is dat mannen over het algemeen iets gespierder zijn. En daardoor ook een iets hogere eiwitbehoefte hebben om die spiermassa goed te onderhouden ten opzichte van een vrouw.